Dit is 77 seconden, een video van Klein en Klein over een opmerkelijke nieuwe campagne. In 2001 kwam BMW met BMW Films. Korte films gemaakt door grote regisseurs. Het baanbrekende concept is Terug met de Kalm. Een actiefilm van 8 minuten over de schitterende, vrijwel geruisloze BMW i7 M70... met de acteurs Pom Clementjev en Uma Thurman. Ondanks deze beroemde acteurs is het duidelijk dat de auto de hoofdrol speelt. Vooral in de achtervolging, zonder brullende motoren, waarvan de legendarische componist Hans Zimmer de stilte heel mooi in zijn partituur gebruikt. Dank voor het kijken. Volgende week woensdag is er een nieuwe 77 seconden.